Ja, ik ga iets vertellen over het onderwerp van mijn proefschrift, wat ik dus kort geleden heb afgerond. Het gaat over kleine rietganzen en hun nieuwe trekroute, dus daar krijg je alles over te zien. Even kijken, we beginnen eerst vanuit Nederland. Dus waar zitten de kleine rietganzen in Nederland? Dat is vooral in Friesland, je ziet dat rechtsboven. En nog een concentratie bij Maassluis. Maar als je naar de aantallen kijkt, hier in het plaatje links, dan zie je dat de piek eigenlijk is geweest. Dus die was rond 2005, toen zaten er zo'n 10.000 vogels, 10.000 rietganzen op hetzelfde moment, op enig moment in Nederland. Terwijl dat veel minder is geweest. Even kijken, maar die piek, als je dus halsbanden gaat aflezen, net zoals Fred Kotaren, Leo Schilpoort en Kees Verbeek en José Verbeek en nog veel andere mensen die dat ook in Friesland doen, dan komen er eigenlijk achter dat 60% van de populatie op dat moment gebruik maakte van Friesland, doordat er ook veel doorstroom is. Dus het lijkt een kleine plek, maar toch belangrijk voor de soort. Maar dat is niet altijd zo geweest, want als we teruggaan in de tijd, dan kom je bij dit soort artikelen uit. Eemsland Without Wildfall, dus geschreven door Atkinson Willis, die was gestationeerd als officier na de oorlog in het Eemsland. Maar dat was ook een vogelaar, dus hij hield ook bij wat daar zat aan de vogels. En hij had ook beschreven hoe daar eigenlijk de vogelgemeenschap heel hard achteruit ging, doordat het gebied werd gedraineerd en veel watervogels verdwenen uit dat gebied. Nou, die zijn dus op een gegeven moment andere plekken gaan zoeken. En tegelijkertijd had je dit soort artikels door Jules Philippona, ook uit 1961. En de titel is dus Wilde ganzen in modern Nederland. Een mooie titel. Die zou je nu weer kunnen schrijven. Het is weer helemaal veranderd. Maar die beschreef dus juist dat de kleine rietganzen bij ons aan het toenemen waren. Terwijl dat eigenlijk een zeldzame soort was. Je kijkt ook in de waarnemingen rubrieken, dan zie je dat de kleine rietgans steeds genoemd wordt als er eentje gezien werd. En een tijdje daarna... Oh nee, eerst even nog tegelijkertijd was er ook iemand, een jongeman van 15 jaar in 1958. Dat was Eckhard Kuiken en die zag in West-Vlaanderen eigenlijk ook bijzondere dingen gebeuren bij ganzen. Hij heeft er een klein berichtje over geschreven. Hij verontschuldigde zich nog dat het werd geschaard onder de rietgans. Met als excuus, we wisten toen nog niet dat het rietganzen... in feite kleine rietganzen waren, want we hadden maar een 6x30 verrekijkertje en alleen wat vliegtuig als handboek. Maar goed, hij heeft dat mooi beschreven, dat hij dus door de drassige weides kroop met zijn vriend en daar 300 rietganzen waarnam. Maar wat volgde is een lange termijn onderzoek en dit is wel echt een lange termijn onderzoek. Want Eckhard Kuiken en later ook met Christine Verschuren hebben dus elke winter weer bijgehouden hoeveel ganzen er nou in dat gebied zitten, in de Oostkustpolders in West-Vlaanderen. En dit is een gigantische reeks van 64 jaren. Dus vanaf die eerste winter in de 50er jaren tot aan nu nog elke winter zijn ze weer bezig om die ganzen in kaart te brengen. En je ziet dus dat in België die kleine rietgans in blauw nog later begon te groeien, maar dat die ook daar uiteindelijk hoge aantallen bereikte. En dit soort plaatjes natuurlijk, de oude winters met hoge hopen sneeuw. Een deusje vootje erbij. En ik vroeg hem, heb je nou nog een oude foto van toen het begon? Nou, die kon hij zo snel niet leveren, maar hij had wel deze. Dat is wel grappig, want hier staat hij dus Eckhard links en rechts Leo Zwarts, die vandaag ook een verhaal houdt. Dus tijdens een NJN-kap op Schiermonnikoog in 1968. Kijk, toch weer de verbinding. Ja, dan de populatiegrootte van de kleine rietgans, de hele populatie. Hier vanaf 1990 afgebeeld. Je ziet dat ze eerst nog een stukje toenamen, maar op een gegeven moment vlakt dat af. Ik heb daar ook een stippellijntje bij gezet. Die populatie wordt namelijk beheerd, dus met het doelaantal 60.000... om de landbouwschade in Denemarken en Noorwegen te beperken. En dat gebeurt vooral door jacht. Dus 15% van de populatie wordt elk jaar geschoten. En het is dus die aantallen die geschoten zijn, die zijn vooral toegenomen vanaf 2008. En dan krijg je ook dit soort berichten, want wij zenderen vogels. Dus wij kunnen dat ook zien als zo'n zender opeens ergens in een boerderij blijft hangen. Dan kun je het adres opzoeken, dan kun je een jager een berichtje sturen van mogen we hem terug. Maar soms zijn ze zelf sneller. En er was er eentje bij die zei, I'm sorry to inform you that the goose... Sorry dat ik het moet zeggen, maar de gans die jullie gezend hebben,
die vliegt niet langer meer. Hij heeft zijn einde gevonden in Denemarken. Dit was toevallig een vogel die, dat kunnen we ook zien aan het patroon wat de zender doorgeeft, dat het een succesvolle vogel was geweest op Spitsbergen. Dus we hadden hem graag nog een tijdje langer gevolgd. Maar ja, dat krijg je erbij als je met ganzen werkt. Ja, de bestaande trekroutes, dat waren eigenlijk deze. Dit is een populatie van 500.000 ganzen. Dat is een populatie waar wij mee te maken hebben van 75.000 vogels. En ik heb hier even alle belangrijke veranderingen op een rij gezet. Dus in de zuidelijke plekken, daar heb je dat ganzen steeds meer voedselbronnen exploiteren. Dus maïsresten, bietresten, aardappelen. Toegenomen ganzenpopulaties spelen een rol, want niet alleen de kleine rietgans is toegenomen, maar ook brandganzen, koolganzen, eigenlijk bijna alle ganzen. Dan heb je in Noorwegen en Denemarken sterke jachtdruk. In Westerhalen, dus midden Noorwegen, heb je nog competitie, ook heel sterk met de toenemende brandgans. Dat is overigens de populatie die vanaf Schotland komt, dus die komt dat daar pas bij. En klimaatopwarming, wat veel harder gebeurt in het noordelijke zone dan bij ons. En hoe komt dat nou? Even, ja, de klimaatverandering, dat kennen we natuurlijk. CO2-concentratie die is enorm omhoog gegaan door alle industrie. Daarmee schiet ook de temperatuur omhoog. Maar wat misschien minder bekend is, is dat die snelheid heel erg verschilt ook over de hele aarde. Dus in het noorden vervroegt het voorjaar, of wordt het eigenlijk, is de snelheid van verandering is veel sneller dan bij ons. Als je kijkt wat zo'n gans dan, als hij nog steeds van Nederland naar Spitsbergen wil trekken, ja, dan staat hij toch voor een vraag van hoe hij dat nog aan elkaar knoopt. Of hij niet achter de feiten aan begint te lopen als hij naar het noorden trekt. Want wat je ziet is hier links, dat het is een beetje vaag zie ik, de datum van waarop een bepaalde temperatuursom wordt bereikt, dus dat is een maat van wanneer begint het voorjaar op Spitsbergen, die is steeds vervroegd, wordt steeds eerder is die temperatuursom al bereikt. Terwijl de vertrekdatum van de kleine rietgans, maar ook de witbuikrotgans vanuit Denemarken, die ook op Spitsbergen broedt, die zijn niet vervroegd. Dus eigenlijk komen ze relatief gezien steeds later aan ten opzichte van het voorjaar. Dus dat voorjaar wordt steeds vroeger. En wat zijn nou effecten voor de vogels van zo'n vroeg voorjaar? En die zijn, dat hebben we helemaal uitgeplozen in de literatuur. Eigenlijk heb je twee duidelijke verschillende effecten. In de vroege fase, vroege broedfase, heb je vooral positieve effecten. Als bijvoorbeeld de sneeuw vroeg weg is, dan kunnen er meer vogels broeden. Ze behouden ook meer van hun vetreserves, dus ze kunnen meer eieren leggen. Ze kunnen langer op het nest blijven zitten zonder dat ze weer hoeven bij te eten. Maar juist in die kuikenfase heb je negatieve effecten. Want die voedselpiek die komt op een gegeven moment voorbij. En als je dus een eind na het smelten van de sneeuw begint te broeden, dan zit je eigenlijk al na die voedselpiek als de eieren uitkomen. Dus dat is wat ze dan de trofische mismatch noemen. Dat de jongen eigenlijk achter de feiten aanlopen, omdat het voedsel eigenlijk het beste voedsel is al geweest. En dat gaat bij de ganzen vooral om jong gras. Dus kleine plantjes die net beginnen te groeien, die hebben een hoog stikstofgehalte en dat is wat ze nodig hebben. Dus onze vraag is nou, komen die ganzen nu te laat aan in hun broedgebied? En in dat kader is het wel interessant, als die ganzen zich dus niet kunnen aanpassen in hun timing, of ze dan wel kunnen aanpassen in de ruimte, zo gezegd. Dus kunnen ze nu andere plekken uitkiezen waar ze wel goed getimed zijn? En het is dus heel interessant dat eigenlijk over de laatste jaren steeds meer ganzen werden gezien buiten de gebaande wegen, namelijk in Zweden en Noorwegen. En uiteindelijk zijn daar ook weer mensen helemaal enthousiast geworden over kleine rietganzen. Bijvoorbeeld Kent Haltunen, die heeft heel veel zenderganzen van ons opgezocht, heel veel tellingen gedaan in dat nieuwe gebied. Ik heb hier die aantallen op die nieuwe plekken bij dat populatietrendje erbij ingezet. Dus mensen hebben daar vogels geteld. Je ziet dat eigenlijk sterk toenemen vanaf 2010. Dus dat gaat echt, in 10 jaar gaat het van ongeveer 0 tot 6.000 vogels op die nieuwe trekroute. Dus echt een hele snelle toename. Zowel in het voorjaar, dus dat was, even kijken,
Dat was de telling in Finland, maar ook in het najaar zitten daar weer vogels op diezelfde route. Dus voor ons is het vraag, broeden deze vogels nou op koudere plekken? En waar je dus een later voorjaar hebt, is dat misschien Oost-Spitsbergen, omdat je daar ook een soort oost-west gradient hebt in het klimaat. En doen ze het daar ook daadwerkelijk beter? Nou, om dat uit te vogelen hebben we dus een Oulu, de tweede nieuwe stopover, hebben we ganzen van zenders voorzien. Dat zijn dit soort zenders met zonnepaneeltje. Dus die kunnen ook heel lang mee, die laden steeds weer op. We hebben zelfs ganzen die we in 2018 in het voorjaar hebben gezenderd. En die vliegen nog steeds rond met de zender. Die verzamelen nog elk kwartier verzamelen ze weer een puntje voor ons. Ja, dat ziet er dus zo uit. De normale plastic halsband is daar ook te zien. En de zenders zijn 38 gram. Dat is iets meer dan 1% van het lichaamsgewicht. Nou, wat eruit kwam was eigenlijk heel verrassend. Want wij dachten, ja, dat zal wel binnen Spitsbergen een uitbreiding aan het oosten zijn. Misschien in Noord-Noorwegen, omdat er ook geruchten waren van broedkolonies in het noorden, in Finnmark. Wat een beetje geheim werd gehouden, omdat er ook weer problemen zijn met mensen die nesten dan kosten wat kost weer willen weghalen. Dus we dachten, dat zal wel daar gebeuren. Maar nee, het was dus 1000 kilometer verderop. Het ging namelijk om Nova Zembla, dat is het gebied met de blauwe lijntjes aan de rechterkant. Dus een stuk naar het oosten. En we hadden 21 vogels gezenderd en 11 daarvan gingen er naartoe, dus ongeveer de helft. En de andere helft ging inderdaad nog steeds naar Spitsbergen. Maar als je kijkt waar ze dan broeden, dan zaten ze wel niet meer aan die traditionele westelijke kant waar veel oude kolonies zitten. Maar ook meer in het noorden en het oosten. Dus dit plaatje is de voorjaarsroute van deze vogels die we in Oulu hebben gezenderd. Dat is de najaarsroute, dus je ziet dat ze weer terugkomen. En wat voor ons als onderzoekers heel mooi is, is dat ze in het najaar nog steeds gescheiden zijn van de populatie die van Spitsbergen komt. Dus door weer naar die nieuwe trekroute te gaan, kun je dus precies zien van hoeveel vogels komen van dat nieuwe gebied. Je kunt daar ook het percentage jongen tellen, dus je weet hoe succesvol ze zijn. En die tellingen komen ook overeen met onze berekening van ongeveer de helft van die 21 keer 6000 ganzen. Maar ook het aantal ganzen wat we in Örebro in Zweden hebben geteld, dat is ook ongeveer die 3 of 4000 ganzen. Ja, in de zenders kunnen we dus zien dat ze ook daadwerkelijk echt broeden op Nova Zembla. Dus dat kunnen we heel precies zien. Ik heb hier alle nestlocaties die we hebben geregistreerd in een plaatje weergegeven. Dus je ziet op een gegeven moment dat zo'n gans echt op één plek blijft zitten en daar ook steeds terugkomt. En het mooie van die nieuwste zenders is dat je dus ook een bewegingssensor hebt. Dus je weet dat die niet daar zit te eten, maar dat die echt stil zit. Dus kun je heel precies zien waar die nou broedt. We hebben zelfs een methode ontwikkeld waarbij je dus ook nog kunt kijken of zo'n nest succesvol is geweest. Dus we kunnen er eigenlijk heel veel op afstand van die ganzen te weten komen. Ja, dat was dus eigenlijk totaal onbeschreven. Je had alleen die Groenlandroute en de Spitsbergroute, dus dit was wel volledig onverwacht. En de vraag was is dat ook inderdaad een kouder gebied, dat Nova Zembla? En dat bleek dus inderdaad het geval. Dus hier een plaatje met het aantal dooidagen in mei, dus het aantal dagen waarop het niet vriest. Je ziet voor in blauw Nova Zembla, in groen Spitsbergen, dat het eigenlijk bij allebei lichtelijk aan het toenemen is. Steeds meer dooi in mei, maar dat Nova Zembla een stuk lager ligt. Dus daar dooit het eigenlijk nooit. En nu begint het daar te dooien in mei, juist de tijd wanneer de ganzen aankomen. En de reden daarvoor is dat Spitsbergen eigenlijk langs de warme golfstroom ligt. Dus die heeft een iets warmer klimaat, terwijl Nova Zembla meer onder invloed is van de Arctische Oceaan. Dus je hebt er een soort oost-west gradient. Als je dan kijkt wat dat betekent voor die ganzen. Ze gaan eigenlijk in feite 40 jaar terug in de tijd door op die nieuwe plek te broeden. En dus de situatie hoe het nu is op Nova Zembla, komt ongeveer overeen met hoe het 40 jaar geleden op Spitsbergen was. Dan als we nog eens kijken naar de klimaatverandering over de hele route.
Dus ik heb hier de vervroeging van het voorjaar in het aantal dagen per 10 jaar weergegeven voor de verschillende stopoverplekken, de pleisterplaatsen en de broedplaatsen. Dan zie je dat op Spitsbergen de hardste vervroeging heeft plaatsgevonden. 6 dagen per 10 jaar. Dus ja, dat tikt wel aan als je dan zo'n ontwikkeling van 20 jaar hebt. Ben je gewoon bijna 2 weken eerder, of ben je gewoon 2 weken te laat in feite. Maar wat heel gek was, is dat die stopovers in Noorwegen eigenlijk geen vervroeging lieten zien. En daardoor heb je een hele erge discrepantie eigenlijk tussen deze plekken, wat het misschien moeilijk maakt voor die ganzen om nog in de pas te blijven lopen op hun migratieroute. We denken dat dat ook komt doordat die plekken weer aan zee liggen langs die warme golfstroom, waardoor dat misschien weer een beetje gebufferd blijft. Terwijl op die nieuwe route, dan zie je geleidelijke klimaatopwarming eigenlijk over de hele route en ook minder vervroeging op Nova Zembla. Maar tegelijkertijd hebben we ook gekeken van, betekent het nou een vroeg voorjaar in Denemarken, betekent dat ook een vroeg voorjaar in Noorwegen? Dat is inderdaad het geval, maar dan alleen binnen het vasteland van Europa. Als je de zee oversteekt, dan weet je eigenlijk niet wat het wordt. Dus die ganzen die moeten eigenlijk gokken wat het voor een voorjaar wordt. Ze hebben geen informatie, ze kunnen dus niet zichzelf instellen op een vroeg of laat voorjaar. En daardoor krijg je dus dat ze dat vaste trekpatroon ontwikkelen. Dus gewoon een vaste datum, wat heel constant is, wat ook eigenlijk niet verandert als de condities op die stopovers veranderen. Ja, dan nog eens inzoomend op die mismatch. Kunnen we daar nou iets over zeggen? We kunnen niet naar die gebieden toe. Die zijn, sterker nog, dat is Russisch militair oefenterrein over Zembla. Dus dat moet je ook niet willen. Dus we kijken eigenlijk met de satelliet, daar kun je ook heel veel analyses doen. Tom van Sluis, die zit achterin, die heeft daar ook enorm bij meegewerkt. Dus je kunt via de satelliet kijken van wanneer verdwijnt de sneeuw nou en wanneer wordt het landschap nou groener, wanneer beginnen die planten te groeien. Dat is de maat die wij hebben genomen om te kijken of die ganzen een beetje in de pas lopen met hun omgeving. Nou, die eilegdatum, die kunnen we uit de zender halen. Dus je ziet hier voor Spitsbergen in rood en Nova Zembla aan de rechterkant in blauw, dat eigenlijk heel weinig verschilt. Nova Zembla is zelfs iets later, 3 dagen later. Maar als je dan kijkt ten opzichte van het voorjaar, dus als je kijkt van wanneer leggen ze nou ten opzichte van het smelten van de sneeuw, dan zie je dat Nova Zembla juist vroeger is. Doordat het voorjaar daar veel later plaatsvindt. Dus die beginnen zo te leggen 10 dagen voordat de sneeuw begint te verdwijnen. En dat kunnen we ook doen met de vegetatie. Dus wanneer begint de vegetatie groen te kleuren, vanuit de satelliet gezien. En wanneer beginnen die vogels nou te leggen. En dan zie je hetzelfde patroon, of misschien zelfs nog sterker, dat de vogels op Nova Zembla hun eieren leggen 30 dagen voordat die vegetatie echt groen begint te kleuren. Terwijl op Spitsbergen zitten daar al veel dichterbij. En die 30 dagen is ook weer precies de broedduur van zo'n gans. Dus op het moment dat de eieren uitkomen, dat is eigenlijk precies gematcht met de groei van de vegetatie. Dus dat lijkt er inderdaad op dat die mismatch kleiner is op het nieuwe gebied. Maar er is ook die andere kant van de medaille die ik al eerder liet zien. Dus dan gaan we hier kijken naar de aankomstdatum van de oude vogels. Die was dus niet verschillend omdat ze dat vaste trekpatroon hebben. Maar ze leggen die eieren iets later op Nova Zembla. Dus die pre-eilegperiode die ze moeten overbruggen met hun reserves, die is iets langer op Nova Zembla. Daar moet je wel de energie voor hebben natuurlijk, als gans zijnde. En dat zien we ook als we de ganzen dus wegen op die laatste stopover. Misschien een beetje ingewikkeld plaatje. Ik heb hier voor de vrouwtjes in donkergrijs en de mannetjes in lichtgrijs het gewicht gecorrigeerd voor hun afmetingen. Dus eigenlijk van hoeveel reserves hebben ze nou bij zich. En dan zie je dat vooral in de vrouwtjes een verschil te zien is. Dus die hebben ook echt meer reserves al op de laatste stopover bij zich. Dus die mismatch is misschien wel kleiner voor de jongen, maar aan de andere kant betalen de ouders de prijs. Ze moeten dus meer reserves bij zich hebben om die eilegfase te overbruggen. En dat kun je dus echt meten. Dat is ongeveer 260 gram. Als je ervan uitgaat dat allemaal vet is, dan kun je er echt dan komt dat overeen met het leggen van de eieren, plus nog de helft van de incubatie, wat ze daar aan energie uithalen. Ja, op een andere manier nog samengevat in dit plaatje. Misschien iets makkelijker te begrijpen, denk ik.
Dus in blauw eigenlijk de broedperiode over de tijd voor Spitsbergen en over Zembla. En je, nou, we hebben gezien, ze beginnen te leggen iets later in Nova Zembla. Alleen voorafgaand, oh even kijken, nou staat hij niet goed, denk ik. Dan doe ik eerst deze. Dus in Spitsbergen begint die vegetatie eigenlijk al 10 dagen na dat leggen, begint die vegetatie al te groeien, heb je dat beste voedsel. Tegen de tijd dat die jongen uitkomen, is het al een beetje verouderd, dus dan is dat beste voedsel alweer voorbij. Terwijl in Nova Zembla valt dat precies samen. Maar aan de andere kant heb je dus ook die periode voor de eileg. Hier even aangegeven. Dus de aankomst was gelijk. Ze moeten in Nova Zembla iets langere periode overbruggen. Maar dat niet alleen. Je hebt ook dus wat de sneeuw die verdwijnt op Spitsbergen al voor de eileg. Terwijl op Nova Zembla verdwijnt die sneeuw pas na de eileg. Dus ze moeten ook niet alleen die langere periode overbruggen, maar ook onder barre omstandigheden. Met als gevolg dat die vogels op de nieuwe route dus een stuk zwaarder zijn, moeten zijn. Ja, waarom? Misschien is dat een soort selectie voor de betere ganzen. Dat weten we niet precies hoe dat werkt. Maar één ding wat in ieder geval in het veld opvalt, is dat ze in Finland hun graanstoppels niet ploegen in het najaar. Dus daar heb je in het voorjaar nog heel veel voedsel eigenlijk, of plantjes die al meteen kunnen beginnen te groeien. Terwijl in Noorwegen ziet dat er zo uit. Er wordt veel geploegd in het najaar, dus in het voorjaar heb je daar weinig voedsel voor de ganzen waar ze meteen op kunnen fourageren. Mogelijk is dat ook een factor die meespeelt. Ja, doen de ganzen het nou echt ook beter als je kijkt naar het broedsucces van de individuen en de populatie op die nieuwe trekroute? Dan lijkt dat, ja, ik moet het anders zeggen, over de twee groepen die produceren eigenlijk even goed. Alleen de condities zijn veel zwaarder op die nieuwe route. Dus als je corrigeert voor de omstandigheden, dus hoe laat of vroeg het voorjaar is, dan zie je dat op het moment, ik moet het even zo doen, de kans dat een gans begint, nee, dat de kans dat een nest uitkomt, die neemt hard af als het voorjaar later begint. Dus in vroege jaren, nou, als die sneeuw vroeg weg is, dan heb je een hoge kans dat zo'n nest uitkomt. Maar tegen de tijd dat, of met late voorjaren op Spitsbergen, heb je dus een hele kleine kans. Terwijl als je zo'nzelfde voorjaar op Nova Zembla hebt, dan heb je nog een hoge kans. Misschien een beetje moeilijk te begrijpen, maar het komt erop neer dat die ganzen in het nieuwe gebied meer aankunnen. Dus dat is eigenlijk een tegenhanger van die mismatch. Dus die mismatch is een negatief effect van vroege voorjaren. Dit is juist een positief effect van vroege voorjaren. En dit is eigenlijk op populatieniveau nog belangrijker dan die mismatch momenteel. Dus als je kijkt hoe het aandeel juvenielen in de populatie samenhangt met de start van het voorjaar, zie je nog steeds een negatief verband. Dus oftewel, in vroege voorjaren produceert zo'n ganzenpopulatie de meeste jongen. Ja, dus we denken een mismatch, dat het zou kunnen dat een rol speelt. Maar waarschijnlijk is dat niet van heel erg groot belang. Of misschien alleen voor die beste individuen die dus echt in staat zijn om veel reserves op te slaan en uit te geven. En die dus ook hoogkwaliteit jongen willen produceren met het beste voedsel. Die dus die afweging maken om ver voor de sneeuw smelt beginnen te broeden. Dan natuurlijk een vraag die jullie waarschijnlijk al hadden bedacht. Hoe hebben ze nou die nieuwe route ontdekt? Ja, daar hebben wij ook lang over nagedacht. Maar dat is allemaal achteraf bezien niet zo makkelijk te zeggen hoe dat nou is gegaan. Het is een beetje achterhalen. Dus klimaat heb ik al besproken. Dat is waarschijnlijk vooral een factor die het mogelijk maakt. Die zo'n uitbreiding mogelijk maakt. Maar die misschien niet heel erg belangrijk is om zo'n gans echt naar een nieuwe plek te duwen. Wat wel mee kan spelen is competitie op die oude route. Jachtdruk, dwaalgasten en ook dat sociale groepsgedrag van ganzen. Ik zal daar nu wat over vertellen. Dus competitie, ja. Hoe meet je dat tussen vogels? We hebben eerst heel simpel gekeken van hoeveel ganzen zijn er nou per vierkante meter. Even kijken, hij doet het nog.
per vierkante meter op die oude en nieuwe route. En dan kom je tot de conclusie dat er zijn gewoon veel meer ganzen op die oude route. Het is daar drukker. Maar ook als je naar interacties tussen ganzen kijkt. Dus je ziet in het plaatje rechts ook. Je ziet daar één gans die zijn nek uitsteekt naar een andere gans. Die dus beginnen de bek vechten. Dat gebeurt ook vier keer zo vaak op de oude route. Dus daar is echt wel meer competitie. En daarnaast kunnen we ook individuen volgen doordat we ze gezendeld hebben. En dan kunnen we dus kijken naar individuen die wel de nieuwe route pakken, maar nog steeds in het oude gebied broeden. En dan zie je dat eigenlijk de minder dominante types zijn. Dus de types die de hele tijd moeten wegstappen voor een andere gans. Die hebben dus die nieuwe route. Die gebruiken ze om toch nog naar het oude broedgebied te komen. Dan iets over de dwaalgasten. We denken dat de trek boven zee best wel belangrijk kan zijn daarin. Want je hebt vooral in het voorjaar toch wel veel tegenwind als gans. Ze vertrekken met goede winden. Je ziet dat hier in het plaatje aangegeven met groen. Dat is wind in de rug. En als het lijntje rood wordt, dan betekent dat die wind tegenkrijgt. Dus Ze vertrekken eigenlijk vaak met goede wind, maar dat verandert in slechte wind. En uiteindelijk zie je ook dat ze helemaal uitwaaieren en een enorme omweg moeten nemen. Er was zelfs één gans bij. Die is waarschijnlijk de weg kwijt, omdat hij heeft hier hele erge wind in de rug, maar wel in de verkeerde richting. En uiteindelijk, die rode lijn die laat zien, hij moet echt tegen de wind in. En hij lijkt wel gedesoriënteerd te raken. Terwijl in het najaar alle ganzen gewoon wind in de rug hebben. Ze hebben dan waarschijnlijk ook meer opties om te wachten op goede wind. Omdat ze niet die druk hebben om vroeg aan te komen om met het nest te beginnen. Dus ze kunnen ook wachten tot betere wind. Misschien speelt dat ook nog mee. Ja, je kunt je ook voorstellen als je over dit soort gebieden vliegt. Hoe oriënteren ganzen zich überhaupt? Dat is sowieso een wonder. Maar deze gans laat dat wel zien dat het toch niet makkelijk is. En we hadden ook twee juvenielen gezenderd. Eigenlijk omdat we op dat moment niet meer ganzen hadden. Toen dachten we, nou, laten we die juvenielen ook maar zenderen dan. Maar die lieten wel interessante dingen zien. Dus in dit plaatje links zie je dus dat die gans eerst gewoon prima naar Spitsbergen vliegt. Maar eenmaal daar aangekomen op dat eilandje aan de oostkant, maakt hij toch nog een lus richting Nova Zembla. Hij komt weer terug, eigenlijk over de Arctische Oceaan. Dan maakt hij nog weer een klein lusje. Dus misschien, ja, we weten niet wat er nou gebeurt. Het lijkt niet verband te houden met tegenwind. Dus misschien is dat gewoon iets wat juveniele vogels doen. Die ontdekken misschien gewoon het gebied op die manier. Aan de andere kant hadden we dus ook een gepaard adult vrouwtje die van Spitsbergen kwam met goede wind in de rug, hier met blauw aangegeven, die op een gegeven moment op zee gaat zitten en dan toch besluit om naar het oosten te gaan. Dus er zijn ook raadsels waar wij ook niet het antwoord op weten. Verder denken we dat het sociale gedrag van ganzen heel belangrijk is. Vooral op die nieuwe route zie je dat ze eigenlijk altijd gemengd zijn met taiga-rietganzen. En zeker in het begin waren die ook in de meerderheid. Dus dan is het voor zo'n kleine rietgans ook eigenlijk voor de hand liggend om zo'n groep te volgen. En die taiga-rietganzen, dat is... Heel mooi, want de Finnen die hadden ook een zenderproject. Die keken juist naar deze soort. En die hadden dus gezien dat die taiga-rietganzen, als hun broedpoging mislukt in Finland, trekken ze naar Nova Zembla om te rijden. Dus dat is mogelijk een link ook voor die kleine rietgans, om op die manier met die andere ganzen mee te trekken en dan dit soort gebieden te ontdekken en daar vervolgens wel te gaan broeden. Dus dat ze het volgend jaar daar eerder naartoe trekken. Ja, die ganzen zijn gewoon heel sociaal. Als je kijkt, de paarband die is ook jaar rond. De familie, het paardje trekt samen, maar ook de jongen trekken nog samen tot wel één jaar nadat ze uit het ei zijn gekomen. Soms zelfs nog langer. En ze leven natuurlijk in groepen, maar ook in groepen met andere soorten. En we hadden zelfs deze waarneming van een collega in Finland. Het gaat hier om die twee ganzen aan de rechterkant, onder die kraanvogels. Was dus een gemengd paar van taiga-rietgans en kleine rietgans. Dus dat is misschien ook nog een extra link hoe die kleine rietgans uiteindelijk die taiga-rietganzen volgt. Dit is op een pre-broedplek, eigenlijk niet de broedplaats, maar de plekken die ze daarvoor nog bezoeken, waar een kleine rietgans eigenlijk niks te zoeken heeft als hij naar Nova Zembla zou willen.
Maar dus misschien toch de manier hoe ze die link leggen. Dan uiteindelijk, als je zulke populaties hebt die dus in het broedseizoen ver uit elkaar zitten, 1000 kilometer, verwacht je misschien ook wel genetische verschillen. Is daar misschien een andere soort in ontwikkeling uiteindelijk? Maar dat blijkt niet het geval. We hebben dat ook getest. We hebben dus bloed afgenomen van al deze vogels. Ook vogels nog op Spitsbergen die we gevangen hebben. En er blijkt dus genetisch nog één eenheid te zijn. Wat we wel zagen is dat ze duidelijk verschillen van die andere populatie. Die 500.000 vogels van Groenland-IJsland. Want die split die is eigenlijk al veel langer geleden gebeurd. Na de laatste ijstijd. Kijk, dat gaat dus zo. Huppakee. Ik zal hem nog één keer doen. Wat belangrijk is dat het wintergebied nog steeds overlapt. Dus ze hebben nog steeds contact in het wintergebied. Dus die twee populaties die zo ver uit elkaar zitten, zitten nog steeds gemengd bij ons. En omdat die paarvorming ook het hele jaar door belangrijk is, heb je ook dat paartjes zich in het wintergebied vormen. En dan heb je de situaties waarbij een man, vaak zijn het de mannen die dan met de vrouw meegaan, omdat de vrouw bepaalt waar ze uiteindelijk gaan broeden. En dan kun je dus echt die genetische uitwisseling krijgen. Ja, dus nogmaals terugblikkend op de kleine rietganzen als verbinders. Ze hebben dus heel snel een nieuwe trekroute gekoloniseerd. En we zien dat over de trekroute eigenlijk alle plekken in verbinding staan met elkaar. Ook de ontwikkeling op de ene plek heeft effect op wat je terugziet op de andere plek. En we denken de faciliterende factoren, dat er toch wel de klimaatopwarming is geweest op Nova Zembla. Dan was het eerst te bar om daar te broeden en tegenwoordig is dat wel mogelijk. Misschien ook wel dat voedsel in Finland, minder competitie en dat sociale gedrag van die ganzen is heel belangrijk geweest. Aan de andere kant hebben we een aantal drijvende factoren. Misschien toch die sterke winden waardoor je dwaalgasten hebt. Je kunt die dwaalgasten natuurlijk altijd wel hebben gehad. Maar als je niet op Nova Zembla voet aan de grond krijgt, als je er niet kunt broeden, dan gebeurt er nog niks. Dus het is echt een combinatie van een samenspel van al deze aspecten. En ook het ontwijken van competitie is misschien belangrijk geweest. Die mismatch, dat zou kunnen, maar we denken dat dat niet een hele grote rol speelt. En bovendien heb je dan ook wel meer reserves nodig als gans om daarvan te kunnen profiteren. En nogmaals, die sociale aspecten bij ganzen zijn heel belangrijk, denken wij, voor dit soort snelle ontwikkelingen. Dus binnen de soort hebben ze allerlei groepstructuren, maar ook gemengde groepen met andere ganzen, waar ze weer, Teunis zei het al, die informatie die is ook belangrijk, die dus over de hele trekroute wordt doorgegeven. En ze zijn nog steeds genetisch één eenheid, doordat je nog steeds uitwisseling hebt in het wintergebied. Ja, naast al deze verbindingen heb je natuurlijk ook de verbinding tussen de mensen die over de hele route met de soort bezig zijn. En dan heb ik nog een uitsmijter als er nog tijd voor is. 1 minuut, nou precies genoeg. Kijk, als je teruggaat naar dat Eemsland, hoe is het daar tegenwoordig? Helmut Kuchenberg die heeft daar nog wat over geschreven, die heeft dus gezien dat in de laatste 20 jaar lijkt daar ook weer een lichtherstel te zijn. Dus daar komen weer veel watervogelsoorten terug. Waaronder ook kleine rietganzen. En heel grappig, we hadden één gezendelde gans die ook echt in Noord-Duitsland overwinterde in een aantal winters. Dus dat geeft toch weer hoop dat zo'n oude stopover die eigenlijk al heel lang niet meer is gebruikt, toch nog weer hergekoloniseerd kan worden. En dan zie je ook weer dat die gans uiteindelijk dit jaar is gestorven, dat is natuurlijk jammer. Maar het is wel weer een blije wetenschapper die ons kon helpen, die dus een mooie skitocht had met een goed excuus om ergens nog een zender te gaan ophalen. Dus die had hem voor ons weer teruggevonden. Dankjewel.